visie op de digitale leer- en werkomgeving? Ja, de HAN is in beweging en daar past bij dat we nieuw kijken naar wat voor ICT we nodig hebben om het leren, werken en het onderzoeken goed te kunnen ondersteunen. Ook om onze studenten goed voor te bereiden op hun leven naar de HAN. En daar past bij dat we die visie dus nu goed bij elkaar zetten. En niet alleen maar ad hoc aan de slag gaan, maar goed met elkaar duidelijk hebben waar we naartoe willen. Ja, zodat we dus ook op het moment dat we keuzes willen maken, gefundeerde keuzes kunnen maken. En niet meer op basis van wat er bijvoorbeeld technologisch mogelijk is, maar met name op wat het onderwijs wil. Daar willen we eigenlijk beter op kunnen aansluiten en dus ook betere keuzes in kunnen maken. Tot de nieuwe visie op de digitale leer- en werkomgeving? Er is afgelopen jaar best wel in veel trajecten gesproken over wat we nodig hebben. Dus we gingen niet alles opnieuw doen in de trajecten. We hebben heel goed gekeken naar wat voor stukken er al lagen, ook landelijk gezien, internationaal. Dus dat hebben we eigenlijk in een bronnenanalyse bij elkaar gezet. En daar hebben we deze sessies mee voorbereid. Om een dialoog met heel breed binnen de HAN aan te gaan. Nou, die dialoogsessies die hebben vooral het doel gehad om met elkaar te bepalen van wat is nou echt belangrijk om de zaken in het leven te maken. En na deze fase gaan we aan de slag met een multidisciplinair team om vanuit verschillende specialismes van de ICT, juridische kant, inkoop, te kijken van hoe gaan we nou al die dromen en wensen, ook vanuit de randvoorwaarden die we hebben, concreet maken. Ja. Wat ik mooi vind ook aan dit traject, tenminste dat heb ik zelf ervaring in die dialoogsessies, is dat ook de sessies zelf zeg maar een bijdrage hebben. Niet alleen in hun output die we gaan gebruiken, maar ook in het proces. Dus je merkt ook dat mensen, het gesprek breng je op gang. En het is ook echt de bedoeling om die sessies ook op langere termijn, meerdere keren te blijven organiseren. Zodat we ook die visie blijven voeden en levend houden. We hebben twee belangrijke uitgangspunten voor de visie. En de eerste is dat we vertrekken bij het onderwijs en wat er in het onderwijs gebeurt en wat men in het onderwijs wil, dan met name didactisch gezien. En daarmee willen we vooral de diversiteit die er in het onderwijs is ondersteunen. En het tweede uitgangspunt. Ja, want tegelijkertijd hebben we natuurlijk veel te bieden binnen de HAN. We hebben veel keuzes te maken. Tegelijkertijd hebben we ook behoefte aan een grote, stabiele basis. En die basis die moet gewoon echt meer gestandaardiseerd worden. Ja, dus vanuit een basis proberen we een keuzemenu op te bouwen en daarbovenop vrije ruimte. Nou, die gelaagdheid noemen we het infrastructureel denken. En dat is eigenlijk ook een uitgangspunt waarop we, als we die visie hebben, verder gaan invullen van wat moet er eigenlijk in de basis, in de keuzeruimte zit en in de vrije ruimte. Dus dat is ook een belangrijk kader voor ons dat we verder gaan uitwerken.